We staan hier op het Ede Stad schoolvoetbaltoernooi. Misschien dat de mensen thuis al zien. Het regent een beetje. Dat mag de pret niet drukken vandaag, denk ik, of wel? Nou, een klein beetje wel voor de kinderen. Maar ja, uiteindelijk is het ieder jaar wel raakt. Is altijd wel een keer regen. Dus, Dit toernooi ook weer. Hoeveel ploegen doen er nou mee vandaag? Vandaag doen er 29 ploegen mee. Hoe verloopt het tot nu toe? Het loopt heel redelijk. Ja, af en toe een fikse buiten tussendoor. En er zijn al een paar hele hoge uitslagen met 6-0. Kijk, dat is altijd leuk. In aanloop naar dit toernooi verliep bijna vlekkeloos. Er was alleen een klein probleem met de scheidsrechters, geloof ik. Maar dat hebben jullie opgelost, hè? Ja, dat is nu helemaal opgelost. We hebben dus mensen van het Rijn-IJssel-college die dus gaan fluiten bij ons een stuk of 5-6. Dus toen zijn we helemaal uit de brand. Ja. Wat kenmerkt dit schoolvoetbaltoernooi nou? Als u het in één zin moet zeggen van nou, dit is het Ede Stad schoolvoetbaltoernooi in Ede. Dat vind ik moeilijk om te zeggen. Ja, het is meestal een leuk gezellig toernooi. Alleen vanmiddag met die regen is het even wat minder. Maar over het geheel genomen is het leuk gezellig.